Hey Lizzie Wives, even rap een filmpje over confituur maken. Dat is kweet ongemakkelijk. Dus, je pakt fruit, het is eender welk fruit, je kunt alle fruit van alle fruit confituur maken. Ik heb nu rabarber, bezekjes, aardbeien en framboos gepakt, maar het speelt geen rol wat dat je neemt. Dus, de samenstelling, ik pak op een kilo fruit een halve kilo suiker. Beste, allee, ik pak altijd die fijne suiker van Tine. Dus per kilo een halve kilo suiker, anders wordt hem echt tering zoet. En een deciliter water. Je doet dat allemaal in de pot. Je zet dat op een zacht vuur en laat dat maar pruttelen. Dat heb je wel even nodig, maar je moet dat zelf een beetje in de oog houden en zien hoe lang. Je moet zien dat hem zelf, dat hem niet... hard wordt in de pot. Hij moet nog altijd lopend zijn. Dan pak je proper potten. Die moeten proper en goed droog zijn met een dekseltje. Dus gewoon pottekjes. Dat mag een uitgewassen mayonaisepot zijn. Dat speelt geen rol. Pottekjes dat je kunt iets doen. Dan ga je een handschoen pakken, want ik heb mijn eigen al eens ferm verbrand. Dus nog een tip. Dan gaan we die vullen met de confituur. En je ziet dat dat echt nog lopend is. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik kan het hier doen. Kijk, het is echt nog lopend. Maar dat mag. Je vult die tot bijna van boven. Hoepla. Pak de dekseltje. Als het wilt, het dekseltje. Draai je dat goed dicht. En je zet je pot ondersteboven. En klaar is Kees. Dus je moet dat niet gelijk als vroeger. Klaarsvet en al die shit. Dat hoeft allemaal niet. Gewoon zien dat je hem goed vult. Kokend heet erin doen. Het moet echt ontpruttelen zijn. Echt ontkoken. Ondersteboven zetten. Wacht tot hem afgekoeld is. En dan op een donkere plaats bewaren. In de kelder of het een of het ander. Voilà, zo simpel is confituur maken, dat kan toch iedereen? Dag Lazy Wives!